Dutch Consortium of Migrant Organizations heeft wat gemengde verwachtingen van het Global Forum straks in Genève. Tot nu toe hebben die Global Fora eigenlijk niet veel concreets opgeleverd voor de civil society, behalve een heleboel praatpapers en weinig concrete actie. In dit geval is het Global Forum helemaal gedownscaled tot een kleiner format. Waarschijnlijk kunnen dan de NGO's, de civil society organisaties, wat meer op de trom slaan en zich wat zichtbaar maken. Het enige waar ik mij zorgen om maak, want dat is ook gebleken bij de vorige fora, is dat ze zo verschrikkelijk verdeeld zijn onderling. En dat een heleboel mogelijkheden tot samenwerking in feite toch weer obstakels vinden van de donorsystemen waar ze een onderdeel van uitmaken. We expect from the official forum that they will also discuss the situation of the domestic workers, migrant domestic workers, especially in the European countries that has no work, they are working without rights, as well as the regularization of all undocumented migrants, including the migrants domestic workers. Wat ik verwacht van de regering is minimaal kunnen een beetje luisteren naar de behoeften van migranten om de respect van hun mensenrecht, ook om te luisteren naar de rol wat migranten als acteur voor ontwikkeling. Je moet niet alleen gebruik maar ontwikkeling naar andere doelen, maar ontwikkeling in de belangen van de mensen, in de belangen van ontwikkeling van Zuid, in de belangen van de migranten ook. We hebben het er gewoon vandaag al heel erg veel over en ook in de wandelgangen en net bij lunch ook, is dat hoe ontzettend belangrijk het is dat die discussie wat veel en breder gevoerd wordt, maar dat die paniek en de behoefte aan controle wat vermindert over migranten en over migratie. En ik denk dat wat dat betreft dat het dit jaar weer heel erg belangrijk wordt, is dat we daar zo hard mogelijk ook voor inzetten. Dat de rechten van migranten en de contributie van migranten en het samenleven in deze wereld, dat het belangrijkste is. En dat zo, ja, dat de realiteit daarvan eens een keer goed ingezien moet worden. Misschien moeten wij als migrantenorganisaties met onze middelen die we hebben, remittances, kennis, ons niet automatisch afhankelijk gaan maken van donorstructuren. Misschien moeten we zelf iets opzetten. Bijvoorbeeld social enterprising of modellen van ontwikkeling die niet automatisch in de pas gaan lopen van de donorgemeenschap.